Ik krijg spontaan, wat ik serieus nog nooit in mijn leven heb gehad, een hele extreme bloedneus. En terwijl ik dus in de wacht sta bij de huisartsenpost, komt dit uit mijn neus. Modest Stylist, die heeft een samenwerking met Bijenkorf waarin ze laat zien dat ook voor hoofddoekdragende vrouwen er dus heel veel keuzes bij de Bijenkorf. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Zo hé, er zijn 2 weken voorbij. En dat waren best wel 2 helweken. Want volgens mij sloot ik de vorige vlog af met dat ik tegen jullie zei, ik voel me niet zo lekker. Nou, dat is een heel verhaal geworden. Want ik ben nog opgenomen geweest in het ziekenhuis afgelopen 2 weken. Ik heb dat allemaal niet gefilmd, want ja, dan zit je zo in de moment dat je dat natuurlijk... Tenminste, ik denk daar dan helemaal niet aan. Maar het is de eerste dag dat ik normaal kan praten zonder dat ik mijn longen uit mijn lijf blaf. Echt heel erg tot kotsen aan toe van het hoesten. Want ik kreeg een longontsteking. Ik was al een tijdje benauwd en ik denk dat als ik in de vlog terugkijk van vorige keer, dat ik waarschijnlijk toen al benauwd was. Maar ik dacht, die buik zit in de weg en het begint allemaal hoger te komen, dus ik heb gewoon te weinig zuurstof, logisch. Maar het bleek dus dat ik al eventjes doorliep met een longontsteking. Ik ben die avond daarna, volgens mij, ziek geworden. Ik kreeg koorts, nou... Alles erop en eraan. Maar 1 avondje. En zondag was ik weer oké. Maar begon ik heel erg te hoesten. Heel, heel erg te hoesten. Dus dinsdag naar de dokter. Dinsdag laten luisteren. Klopt, we horen een longontsteking. Maar we verdenken je van een longembolie. En daar schrok ik wel even van. Want ja, een longembolie is niet niks. Sterker nog... Best wel heftig met een propje in je longen, in je haarvaatjes van je longen. En omdat ik zo benauwd was, konden ze eigenlijk wel, en heb je ook een verhoogde kans tijdens zwangerschap, begreep ik. Dus, maar ze zei, ja, ze heeft overleg met de longarts, die zei, weet je, ga eerst 2 dagen aan antibiotica. Als het niet beter gaat, dan moet je terugkomen. Zo gezegd, zo gedaan. Vrijdagochtend belde ik. Het is niet beter. Ik ben benauwder geworden. Ik hoest nog meer. Ik voel me niet oké. Dus ik moest naar het ziekenhuis. Ben daar de hele dag geweest. Onderzoeken gedaan. En uit het bloedonderzoek kwam dus een verhoogd iets. Wat dus duidt op longembolie. En dat betekende dat ik door een CT-scan moest. Wat natuurlijk niet helemaal de wens is als je zwanger bent. Dus daar baalde ik wel heel erg van. Maar goed, alles voor de gezondheid van mezelf. En van mijn kindje natuurlijk uiteindelijk. Dus we hebben het toch gedaan. En nou, na de hele dag daar geweest te zijn, kwamen ze met het goede nieuws dat het geen longembolie was. Maar ik had een flinke longontsteking aan de linkerkant achter mijn hart. En de antibiotica sloeg dus nog niet aan. Ik merk dat als ik dus veel praat, dat ik wel dus weer benauwd word. Want ik voel me wel beter. En ik voel me ook beter en ik ben beter. Maar ik heb nog een lelijke hoest die ik op dit moment aan het wegademen ben. Want het is nog niet helemaal voorbij. Maar, dus nou, met die antibiotica, die moest ik eerst afmaken naar huis. Jeetje, ik ben al 3 minuten aan het kletsen. En als het niet weg zou zijn, dan moest ik dus weer terug. Ik zit vandaag in mijn laatste dag antibiotica. En het gaat iets beter. Dus... Laten we hopen dat het snel voorbij is. Alleen kreeg ik dus van de week iets heel raars. Ja, ik ga het jullie ook maar laten zien. Als je niet tegen bloed kan, dan moet je niet kijken. Dat zeg ik er wel alvast even bij. Want eergisteravond, even kijken. Breng ik de kinderen naar bed. Ummer was er niet. En ik krijg spontaan, wat ik serieus nog nooit in mijn leven heb gehad... Een hele extreme bloedneus. Echt, het stroomde eruit, zeg maar. Het stroomde er echt uit. Heel lang. Dus ik, mijn tante bellen, want die werkt in het ziekenhuis. Van, goh, is dat dan misschien een bijwerking van de amoxicilline? Weet je wel, de antibiotica.
Ja, nee, dat is het niet. Nou, ik toch huisartsenpost gebeld, want ik vertrouwde niet. En terwijl ik dus in de wacht sta bij de huisartsenpost. Kijk, je bent toch zwanger. Ja, ik weet niet of jullie hier tegen kunnen hoor. Komt dit uit mijn neus. Zien jullie dit? Een heel groot stolsel van bijna 5 centimeter groot. Dat is toch niet normaal? Dus, ik kreeg de huisartsenpost aan de telefoon. Ik was helemaal in paniek natuurlijk, want ja, je bent toch zwanger. Die bloedingen in het begin van de zwangerschap, dan dit erbij. Ik weet het gewoon even niet meer. Dus ik bellen naar, dit en dit is er gebeurd. Overleg met de arts. Ja, heeft u koorts? Kan u alsjeblieft uw koorts meten? Ik zeg, nee, ik heb geen koorts. Nou, zolang u geen koorts hebt, dan zien wij niet echt een reden om u te zien. Het is gewoon een bloedneus en er is gewoon een stolsel uitgekomen. Ja, ik doe het daar niet voor. Ik zit dan die puzzel te leggen van oké, eerst die eerste 20 weken allemaal bloedingen. Ook een hematoom in mijn baarmoeder was ook iets met stolsel. Vervolgens word ik opgenomen in het ziekenhuis met verdenking van een longembolie. Komt er een verhoogde iets met stolsel uit, waardoor ze dus een CT-scan willen. En dan vervolgens komt 2 dagen daarna dit uit mijn neus. Dan kan je mij niet vertellen dat er niks aan de hand is. Maar goed, de volgende dag, huisarts gebeld, ik het hele verhaal verteld. Ik zeg, volgens mij moeten we verder onderzoeken, want ik vertrouw het niet. En die zegt gewoon, ja, we gaan pas een tweede bloedonderzoek doen als je nog een bloedneus hebt gehad. Ja, krekels. Want ik snap gewoon niet af en toe hoe artsen werken. Want alsof die arts dat dus uit zijn eigen zak gaat betalen, dat bloedonderzoek. Je hebt te maken met een vrouw die zwanger is. Heeft allemaal vage tekenen van rare dingen. Dan denk ik, zoek het gewoon uit. Maar goed. Dus, ik zit nu te wachten op een soort van tweede bloedneus of zo. Om dan een bloedonderzoek te krijgen. Maar ik weet van vooraf aan even niet meer wat ik ermee moet hoor. Met mijn huisarts en zo. Als jullie tips hebben, of als jullie dit herkennen, want ik kan hier gewoon helemaal niks mee. Ik weet niet wat het is. Het was gewoon, het is ook geen snot. Het is gewoon echt een soort, het leek wel een stukje lever of zo wat eruit kwam. Nou goed, ik ben dit helemaal, die vlog aan het volvullen met mijn frustratie en mijn zorgen vooral over mezelf. Maar ja, laat me eventjes in de reacties weten of jullie tips hebben of weten of... Wat ik überhaupt kan eisen bij zo'n dokter om dan toch zo'n onderzoek te krijgen. Goed, sorry voor deze vermoeiende verhaal. Als het allemaal niet interessant is, dan hoop ik dat je hebt doorgescrollt. Het is vandaag donderdag. De kindjes zijn lekker op school. Zeentje die is vanmiddag bij mijn schoonmoeder. Die is vanochtend ook even naar de peuterspeelzaal. En ik ben lekker een ochtendje thuiswerken, want ik heb heel wat in te halen van de afgelopen 2 weken dat ik dus niet gewerkt heb. En ik ga even aan de knutsel. Want het is natuurlijk ook bijna december. En dat is natuurlijk voor heel veel bedrijven een feestmaand. En ik zat te denken om iets te knutselen in elkaar voor onze B2B's. Onze business-to-business klanten die met D-Skin werken. Dus ik heb iets in mijn hoofd en ik ga kijken of dat lukt om dat te knutselen. Dus ik neem jullie daarin mee. Nou, dit is het geworden. Het moet een soort van mini-boom voorstellen voor de decembercampagne van D-Skin. Maar ik moet hem dus nu nog helemaal lijmen, want hij ziet er heel rommelig uit. Komt omdat al die doosjes glijden. Dus ik ga nu even proberen alles te lijmen. Oké, ondertussen is het hier helemaal chaos. Want zo makkelijk als ik dacht dat dit ging, gaat het dus helemaal niet makkelijk. Want het begint trouwens ook al een beetje donker te worden buiten. Ik had gewoon geen genoeg lijm. Dus ja, volgens mij zit het nu vast. Ik ga nu nog de laatste 2 erop doen. En dan is hij af. En dan ga ik die morgen meenemen naar kantoor als voorbeeld. En dan kunnen we met z'n allen verder knutselen om deze bomen af te leveren. Ik wil er ook nog een beetje... hoe heet het op? Sneeuw. En wat balletjes in, dan moet het goed komen. Ik vind het helemaal leuk. Ik ben helemaal buiten adem. 2 trappen omhoog, 2 trappen naar beneden. Als je dan zo'n dikke buik hebt,
dan gaat dat wel een beetje opbreken. Ik merk echt dat ik zero conditie heb. Maar goed, ik was zo enthousiast, want de kussens van Emma die zijn binnen. Ik heb namelijk, ik vertelde jullie 2 weken geleden al dat wij nieuwe kussens hadden van Emma. En ik ben er zo tevreden over dat ik ze dus nu ook allemaal voor de kinderen heb besteld. Want die kussens van de kinderen die zijn ook echt niet goed. Ik laat het jullie eventjes zien, want dit is echt, je gaat er best wel van schrikken denk ik als je dit ziet. Je ziet dus precies waar mijn kind ligt. Zie je dat? Je ziet dus precies dat die hier altijd ligt. Deze is toevallig van Kerim. Ik heb die andere op de gang liggen. Maar dit is toch niet oké? En dan zie je die van Emma. En dan denk je wel, wow, die is heel erg groot. Maar kijk, dit is dus, je gaat erin liggen. En hij gaat gewoon helemaal lekker zo zacht naar beneden. Het is net een wolkje gewoon, zo zacht. Maar kijk, hij gaat gewoon weer helemaal terug, zie je? Naar zijn vorm toe. En dan heb je dat dus helemaal niet. Dat je dan al die lichtplekken hebt. Want het kind ligt gewoon nergens meer op, joh. Het is helemaal leeg hier. Het is echt niet oké. Dus ik ga ze nu even omgooien. Nou, hij zit erin. Ik hoop dat ze hem net zo lekker vinden als dat wij het vinden. Dit is dus het wollenkussen van Emma. Hij heet dus ook Emma Wollenkussen. Want je hebt 3 soorten, zag ik. En ik heb dus gekozen voor deze, omdat wij wel houden van zacht. Met een tikkeltje stuwing, zeg maar. Dat is wel wat hij geeft, als het ware. Maar wel dat hij gewoon lekker zacht is, dat je er helemaal in verdwijnt. Dus ik ben heel benieuwd hoe de kinderen het vinden. Ik en Emmer vinden het in ieder geval geweldig. Ik kreeg toevallig van de week 2 DM'tjes van mensen die hem al een weekje aan het proberen waren en er echt ontzettend happy mee waren. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Even een tip van mij, want op dit moment loopt nog steeds de korting door. Want het is natuurlijk Black Friday geweest, dus ze hebben hele leuke kortingen gehad. En deze hele maand loopt die korting nog door. En het leuke is dat als je naar de website gaat en je maakt gebruik van de korting en je bestelt iets, dat als je mijn code Delia, ik zal hem even in beeld brengen, invult, dat je daar bovenop ook nog eens 10% korting krijgt. Dus nu je kans om lekker, lekker zachte kussens te gaan bestellen. Zo, het is einde dag. Shweda, die heeft net de kindjes opgehaald, want die gaat naar mijn schoonmoeder met de kindjes. En ik heb me klaargemaakt, want ik heb een evenement. Superleuk, een evenement in de Bijenkorf. Waarbij modest stylists, dat zijn stylistes die vooral heel erg modestly kleden en vrouwen met hoofddoeken ook met name. Die heeft een samenwerking met Bijenkorf waarin ze laten zien dat ook voor hoofddoekdragende vrouwen er dus heel veel keuzes bij de Bijenkorf. Dus ik ben heel benieuwd en heb er heel veel zin in. Dus ik neem jullie gezellig mee. Zo lief, Esma die heeft een pakje voor me achtergehouden. Want ze wil natuurlijk dat ik op haar evenement iets van haar aandoet. Van Les de Brands. En dit is, mag ik even de nieuwe collectie al laten zien? Sneak peek, alleen dit gedeelte. Denk ik wel, hoor. Volgens mij ook, hè? Ja, ja, ja. Wat een fijn stofje, joh. Het is anders dan die andere. Ja, heel anders, maar zo lekker. Dus ze gaat even stomen voor me en dan gaan we die aandoen. Kijk nou. Ja, mooi. Dit is dus de comfy set, maar die is tof. Die is zo lekker. En kijk naar de details. I love it. Zo, goedemorgen. Het is de volgende ochtend. Gisteren was het evenement echt superleuk. Het was echt gezellig om iedereen weer even te zien en even bij te kletsen. En ik ben zo trots op die meiden van Les de Brands. Eigenlijk van Modestly Stylistes. Want ze zijn eigenlijk stylistes. En ze hebben dus ook een eigen brand.
En vanuit hun stylistenwerk mochten ze dus bij Bijenkorf laten zien dat je dus als, maar dat had ik al verteld volgens mij, als modest geklede vrouw dus ook bij de Bijenkorf kan shoppen. Maar het was echt heel erg gezellig. Ik ga nu naar kantoor en ik besefte me ineens, ik had net iets anders aan. En toen besefte ik me, vandaag vieren we de verjaardag van D-Skin. En daar was al wat voor opgenomen en toen had ik dit aan. Life of an influencer. Dus dat betekent dat ik vandaag dit weer aan moest. Want anders klopte mijn content niet. Klinkt een beetje gek. Maar ik ben ook nog eens heel perfectionistisch. En dan wil ik gewoon dat het klopt. Dus vandaar. Oké, ik ga snel even inpakken. En dan gaan we richting kantoor. De boxen die ik gisteren heb gemaakt, die heb ik mee. Ik ben heel benieuwd. Shreda die heeft sneeuw gehaald. Dus ik wil nog een beetje lijm overal opdoen en dan een beetje sneeuw eroverheen gooien. En dit is onze mini adventkalender. Daar ga ik jullie straks alles over vertellen, want die kan je dus winnen. We hebben vanavond Sinterklaasavond. Dus we gaan allemaal hebben voor elkaar cadeautje, gedichtje. Dus ik ga nu eventjes de tafel helemaal klaarmaken en dan gaan we gezellig beginnen. Zo, goedemorgen. Nou, gisteren was echt zo'n leuke avond. We hebben echt het heel gezellig gehad. En was ook alweer leuk, want voor ons, zeg maar, je hebt natuurlijk de kliniek. En je hebt kantoor, eigenlijk hoofdkantoor van D-Skin. En die twee teams, die zien elkaar bijna nooit eigenlijk. Alleen met dit soort gelegenheden en met hele belangrijke eindjaarsmeetings of iets zoals gisteren. En dan is het zo leuk dat hoe gezellig het dan weer kan zijn als iedereen samen is. Dat is ook weer echt goed voor het team. Dus dat was echt heel gezellig. En ik ga zo de vlog afsluiten. Want Zeentje die heeft dus nu waarschijnlijk ook een longontsteking. Oh, we zijn elkaar lekker allemaal aan het besmetten hier in huis. Dus dat is niet zo fijn. Maar ik wilde wel nog even van de gelegenheid gebruik maken om jullie erop te attenderen dat het natuurlijk Black Friday is geweest. En dat is natuurlijk afgelopen vrijdag geweest. En nou weten jullie een beetje hoe ik erin sta. En dat ik niet echt wat met Black Friday doe. In ieder geval voor D-Skin niet. Aankomende maand, natuurlijk december, gaan we wel hele leuke dingen doen met D-Skin. Maar Black Friday doen wij dus niet aan mee. Maar de andere merken, waar ik natuurlijk een verkooppunt van ben, die hebben wel Black Friday acties. En het is natuurlijk stom om dat niet met jullie te delen. Dus dat ga ik wel doen. Allereerst op, ik pak even mijn lade bij, dan laat ik het jullie zien. Op alle producten van Meso Aesthetic heb je 15% korting. En op alle oude producten, dus dat zijn deze, want die zijn vernieuwd. Oh, hij stelt niet scherp. Zit 50% korting. Dus neem sowieso eventjes een kijkje op de webshop. En ik loop even naar het licht, zodat jullie het goed kunnen zien. Maar ik heb net mijn skincare gedaan. En ik heb daar overheen mijn eye conceal gedaan. De eye conceal, dit gaat maar echt één keer in het jaar gebeuren. Want in mijn skincare doet daar niet veel mee. Helemaal niet met hun best verkochte product. De eye conceal, de huidverbeterende foundation. Die is nu ook met 15% korting. Tot en met morgen. Dat is dus maandag
28 november of 27 november. 28 of 27 november. Dus tot en met morgen kan je daar nog gebruik van maken. En je kan maandag dus nog even in de chat om advies vragen welke kleur bij jou past. Dan kan je ook een foto meesturen van je huid, zodat we goed kunnen kijken welke kleur bij jou past. Nou, het is echt een tweede huidje. Ik heb even voor social media twee foto's gemaakt, dus die deel ik nog heel even met je, zodat je kan zien hoe het ervoor uitziet en na uitziet. En er zit een SPF 30 in. Hij is antibacterieel. En hij zorgt ervoor dat je eigenlijk met elk huidprobleem of wat je ook hebt, in ieder geval een goede foundation hebt die dekt, maar wel huidverbeterend werkt. Dus, daar ga ik mee afsluiten. Ik zie jullie over 2 weekjes weer. Hopelijk in alle gezondheid. En ik hoop dat ik dan een beetje verder ben met wat er nou allemaal speelt met mijn gezondheid. Maar ik hoop dat het allemaal loos alarm is. En dat we gewoon rustig deze zwangerschap voort kunnen zetten. Zonder allemaal rare dingen. Ik zie jullie over 2 weekjes. Doei doei!